Nou, ik ben zeker meer dan de helft kwijt aan van mijn inkomen kwijt aan huur. Dit is mijn kamer. Het is een kamer van 13 vierkante meter. Het is inderdaad niet fantastisch groot, maar voor een studentenkamer vind ik het groot genoeg. En zeker ook de locatie. Ik woon namelijk in het hartjecentrum van Groningen. Ik kreeg een mailtje van onze verhuurder met de boodschap dat ze per 1 juli zouden verhogen. En inderdaad ook met het vastgestelde percentage van 6,6%. Daar schrok ik best wel van, want dat is natuurlijk krankzinnig veel geld. Het ging concreet om 30 euro per maand verhoging. Voor mij is dat 360 euro, maar we wonen hier met z'n vijven. Dat is al gauw 1800 euro waar dat op neerkomt. En het is niet dat de service daar beter van wordt en al helemaal niet dat de kamer daar groter van wordt. Ik woon nog steeds op 13 à 14 vierkante meter. Die 30 euro die ik extra betaal, die gaat gewoon gelijk naar de zakken van onze verhuurder. Jaren terug kwam ik nog wel eens rennend uit bed. Shit, wat er gewoon aan het branden in de keuken was. Ja, precies. Oh nee, het is zover. Nou, dan sta je met een bezem, zeg maar, het knopje in te drukken, te resetten en zo. Nou, dan ga je weer verder tukken. Maar nu, dat gebeurt allemaal wel hoor. Dan ga je in je hoofd toch een optelsom maken. 1, je bent student, dus je hebt het al niet breed. 2, studenten werken over het algemeen in de horeca. Die hebben nu geen werk door corona. Ja, er spullen natuurlijk andere dingen. Ik had het net over de badkamer, het badkamerplafond. Het internet dat er nog geregeld uitklapt. De rookmelder die hier net toevallig is afgegaan terwijl er geen brand was. Dus dat zijn allemaal van die dingen die voor ons in ieder geval de beslissing te doen nemen van we gaan dit aanvechten, want zo kan het niet langer. Ja, ik heb het initiatief wetsvoorstel van meneer Nijboer heb ik gelezen en ik sta er volledig achter.